is dus erg grappig. Dan fiets je dus door dat bosje weer en dan kom je hier. Nou ja, oké, een soort uitkijkpaal met een verrekijker. Nou, oké, goed. Leuk statement. Maar als je dan inderdaad door die verrekijker kijkt en je gaat naar de andere kant. In deze boom woont dus een compleet volkje. En het is dus haast niet te zien. Ik ga eens even een stukje inzoomen. Want dan zie je dat er allemaal laddertjes hangen. Dat ze allemaal hele typische dingetjes aan het doen zijn. Oeps. Nou, is nog moeilijk te zien. Kijk of ik hem nog een stukje dichterbij kan krijgen. Hier kan je het een beetje zien. Zie je wel, er zitten laddertjes en dan krijg je daar zo huisjes. En die huisjes, daar zit dus een volkje in. Hier kan je nog een klein stukje ervan zien. Hier komt nog een huisje, daar zie je dan inderdaad nog een stukje van. Poppetjes die daarbij horen. Die hele boom is dus helemaal vol met dit soort dingetjes. Nou, dat is toch wel een mooie toverboom. Het is wel erg. Ja, vind ik toch wel heel erg indrukwekkend beeld. Kijk. Staat hij daar in het bosje? Helemaal bepakt en bezakt met zijn plastic tasjes. Vreemd is dat eigenlijk, hè? Want in Rotterdam zie je dat beeld gewoon op straat, maar hier in zo'n bos is het ineens een stuk confronterender. En hier, en hier is de stekelvalk. In de grote steden zijn mensen er al zo aan gewend dat ze eraan voorbij lopen. En hier sta je echt van, huh, wat is dit nu weer? En, maar het is in ieder geval wel als beeld ook indrukwekkend.